steeds om, maar ze konden nog één klusje doen op Curaçao. Dat zal iets te maken hebben met onze vriend met van de Valk. Met een valkje op het dak. Die dacht, nou, zo'n groep die zo hard gewerkt heeft al die jaren, die wil vast en zeker in alle rust afscheid nemen van elkaar. Dus heeft hij gezegd, kom maar lekker hier in mijn hotel slapen. Dus zo dringend hoeft dus niet uit elkaar eigenlijk? Nee. Manager heeft ook alle daken gecontroleerd verder. En dat was allemaal veilig. Dus toen zijn ze daar gaan slapen en hebben er een heerlijk weekje gehad. En de trots zou de trots niet zijn als daar meteen vanavond ook niet een specialtje van uitgezonden wordt. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan. Ik was 18 jaar, hallo wereld. En ik kom daar in die band en ik. Oh, wat is dit? Hier roken allemaal. En zij drinken bier en. Sex, drugs en rock'n'roll. Ja, dat was wow. Het. Bleef ik nog een nacht bij jou? Als het even kon gaan. We hebben met z'n tweeën wel een hele hoop meegemaakt. Vooral omdat we ook privé heel veel met elkaar omgingen. Bij elkaar hebben gewoond. Het enige wat we niet met elkaar deden, zijn we altijd, is neuken. Maar voor de rest wel alles. Ja, bier. Ik wil geen ander nooit meer. Ja, is er nog iets ranzigs te melden? Want het is mij allemaal veel te soft, dit verhaal. Nou, wij werden gebeld en getipt door mensen die in hetzelde hotel sliepen. En die zeiden, die Wendy en Xander. Nou, je kunt zien dat die elkaar de afgelopen jaren weinig gezien hebben. Want die hebben samen de hele week op één bedje gelegen, zou ik het liefst zeggen. Maar was dat maar zo. Ontzettend klef, stel werd er gezegd. Bovenop elkaar, onder elkaar, achter elkaar. Nou ja, ze is zwanger. Dat zou maar zo kunnen, dat ze zo terugkomt. Nee, maar het was echt een hele klef toestand. Want we hadden altijd een correspondent die kant op gestuurd. Die heeft dat teruggekomen. Alleen één ding hebben ze gelukkig niet gedaan. Want dat had ik heel erg gevonden. Ze zijn niet de avond daarvoor al met een handdoekje naar beneden gegaan om hun eigen bedje te claimen.